U luistert naar Business Club Radio en mijn gast is vanavond Hans van der Pas, burgemeester van Rhenen. En we hebben het natuurlijk over ondernemen in Rhenen. En één ding staat daar natuurlijk altijd heel erg in de schijnwerpers. Dat is het bedrijventerrein Remmerden. Daar is de laatste tijd heel veel werk verzet om een heleboel panden met de grond gelijk te maken en de grond wat te verhogen. Ja, dat was de parkeerplaats inderdaad nu. Ja. En nu, hoe gaat dat verder? Nou ja, het is gekocht door een Rhenense ondernemer. Ja. En die heeft het nu dus tijdelijk ook ter beschikking gesteld voor Ouwans Dierenpark. Mm-hmm. Nou, die is nog aan het nadenken of hij zelf zijn bedrijf op wil vestigen of dat hij het misschien toch wil gaan verkavelen. Mm-hmm. Voor een aantal andere bedrijven die ruimte zoeken. Er zijn nog wel wat bedrijven die extra ruimte zoeken. En daarnaast hebben we ook nog de afgelopen jaren een aantal kavels uitgegeven op Remmerden. En nou ja, het was wel bij ons een lange ambitie in ieder geval dat het oude Delmterrein, hè, want daar hebben we het over, dat in ieder geval een andere soort bestemming kreeg. Nou, dat gaat het zeker krijgen. Maar we komen gewoon in de problemen, want we geven nu echt de laatste vierkante meters uit. Ja, en dan is het op. Ja, en dan is het op. Dus we kunnen wat vernieuwen, wat inbreiden. Nou ja, er zijn een paar ook kavels nog aan de Rijnkant. Het was de oude steenfabriek naast de Paco, daar bij het kalkoentje. Er zijn ook 3 of 4 kaveltjes. En dan houdt het een hele tijd op. Uh-huh. Ja. Dus dan zit je wel aan de max. En dan is het gewoon... Ja, hoe gaat dat dan? Want dan heb je geen ruimte voor nieuwe bedrijven. Nee, bij mijn nieuwjaars toespraak heb ik ook opgeroepen om eens na te denken met z'n allen van hoe gaan we nu verder? Uh-huh. Wat willen we nu? Willen we nu toch nog kijken of we een stukje uitbreiding kunnen realiseren? Of zeggen we van, ja, hier houdt het ook echt op als het gaat om bedrijvigheid? Kijk, we hebben in Elst ook wat losse bedrijfjes zitten. En die zitten ook vaak ook wat ongelukkig. Soms ook aan de doorgaande weg. Achterberg is toch vooral ook buitengebied. En met name agrarisch of agrarisch gerelateerde bedrijven. Maar daar zie je ook inmiddels ook een verandering komen. Omdat een aantal agrarisch stoppen. Uh-huh. Wij moeten echt gaan nadenken. Heb ik ook de gemeenteraad opgeroepen om na te denken over van waar willen we nog bedrijvigheid hebben. Hoe ver willen wij nog groeien? Ook in aantal woningen. En waar moeten die woningen dan komen? Want met Vogelenzang hebben we ook inmiddels bijna onze grootste uitbreidingslocatie gerealiseerd. Die is ook bijna klaar. Nog 2 jaar is het helemaal klaar. Uh-huh. Nou, die uitdaging moeten we de komende jaren aangaan met de gemeenteraad en met inwoners en bedrijven. Ja, en dan op een gegeven moment zit je inderdaad dan vol. Dan, Dan. Of we gaan toch nog kijken, kunnen we ergens uitbreiden? Of we zeggen van nee, dit is het en we gaan qua woningen alleen inbreiden. En qua bedrijvigheid doen we alleen nog wat kleinere bedrijven faciliteren en verder niets. Ja, dat wordt dan een hele aparte situatie. Ja, maar normaal kiest een gemeente kiest altijd voor groei, zeg ik altijd. Ik heb nog nooit een gemeente horen zeggen van nou, ik ga de komende jaren eens wat inkrimpen. Krimp is ook een beetje een... ja, dat komt bijna niet in ons vocabulaire voor. Ja. Maar je moet wel na gaan denken van, als je ook de profiel van Rhenen sterk wil houden, zijn de natuur en recreatie toerisme, dan moet je het niet allemaal inleveren weer voor bedrijvigheid en woningen. Mooi gezegd. We gaan luisteren naar het volgende nummer. Hier komt Split Ends, Message to My Girl.